Welkom allemaal bij Science by Stars en in deze aflevering toelatingsexamen tandarts Biologie 2020 vraag 7 en 8. Vraag 7. Drie processen die plaatsvinden ter hoogte van het DNA worden met elkaar vergeleken. DNA-replicatie, transcriptie van het DNA en het vermeerderen van het DNA door de polymerase chain reaction. Welke bewering is correct? En ik ga ze meteen één per één eens aftoetsen, want het zijn heldere beweringen. Om ze zo even voor te lezen, dat gaat eventjes duren. We zien hier als eerste transcriptie en PCR gebruiken beide hetzelfde polymerase enzymen. Maar dan moeten we goed weten wat we hier aan het doen zijn bij transcriptie. Bij transcriptie zijn we DNA aan het overschrijven naar messenger RNA. En dat is natuurlijk iets anders. We zijn hier RNA aan het aanmaken. Transcriptie is dus het maken van een kopie van dat DNA. En hiervoor hebben wij een RNA polymerase nodig. Als we dan gaan kijken naar hier de PCR-techniek, is het vermeerderen van DNA. En daarvoor heb jij natuurlijk een DNA-polymerase nodig. Dus we kunnen eigenlijk deze eerste kunnen we uitsluiten. Die kan zeker niet kloppen. Als we dan eens naar die tweede gaan kijken, DNA-replicatie en PCR gebruiken dezelfde vier types desoxyribonucleotide om aan ketenverlenging te doen. Dus daar eens over gaan nadenken, DNA-replicatie en PCR. Bij DNA ga je dus DNA verdubbelen, bij PCR ga je DNA verdubbelen en dan vragen ze, gaan die dezelfde bouwsteentjes gebruiken? En dat is volgens mij wel het geval. Als we hier gaan kijken, DNA-replicatie en transcriptie gebruiken beide hetzelfde polymerase-enzymen, dan moeten we opnieuw gaan nadenken hier. Transcriptie, dat vinden we hier weer terug, daar hadden we gezegd, dat is DNA omzetten in messenger-RNA en DNA-replicatie, hadden we net gezegd ook, DNA-replicatie is eigenlijk DNA kopiëren naar DNA. En dus opnieuw gaan we dus hier een DNA-polymerase voor nodig hebben en hier gaan wij een RNA-polymerase voor nodig hebben. Dus C klopt niet voor dezelfde reden dat A niet kan kloppen. En als laatste, DNA-replicatie en transcriptie gebruiken beide vier dezelfde desoxyribonucleotide om aan ketenverlenging te doen. Bij DNA-replicatie gaan we DNA aanmaken en die maakt gebruik van A, T, C en G. En bij transcriptie ga je RNA aanmaken natuurlijk. Je gaat messenger-RNA aanmaken en messenger-RNA gebruikt adenine, uracil, cytosine en guanine. En daar zit dus duidelijk een verschil in. Dus die is ook niet mogelijk. Eén is de juiste antwoord op vraag 7. Is dan antwoordmogelijkheid B. DNA-replicatie en PCR gebruiken beide dezelfde vier types desoxyribonucleotide om aan ketenverlenging te doen. Vraag 8. De hypothalamus speelt een belangrijke rol in de hormonale regeling van de menstruatiecyclus. De werking van de hypothalamus zelf wordt beïnvloed door hormonen, oestrogeen en progesteron, gemaakt door de cellen in de ovaria. Welke bewering is correct? En dan stellen ze hier vier beweringen voor. De hoge oestrogeen en progesteronconcentraties hebben enkel in de luteale fase een stimulerend effect op de werking van de hypothalamus. Oestrogeen en piekconcentraties is in de folliculaire fase heeft een remmend effect op de werking van de hypothalamus. De hoge oestrogeen en progesteronconcentraties tijdens de luteale fase en de oestrogeen piekconcentraties in de folliculaire fase hebben hetzelfde effect op de werking van de hypothalamus. En de hoge oestrogeen en progesteronconcentraties in de luteale fase in vergelijking met de oestrogeen piekconcentraties in de folliculaire fase, die hebben een tegengesteld effect op de werking van de hypothalamus. Wat een vraag, heel veel nadenkwerk, heel veel moeilijke oefeningetjes. En je hebt geluk, dit thematje is een aparte lessenreeks op dit kanaal bij de voortplanting en de regeling van de menstruele cyclus. Ga zeker daarna kijken als je dit helemaal in detail wil kennen. Maar eigenlijk hoef je hier niet zo heel hard over na te denken, want ik zie hier dat deze vraag gewoon bijzonder slecht is opgesteld. Ik zie namelijk dat C en D tegenovergestelde zijn van elkaar. En als ze hier zeggen, zijn TS is het 1 en hier, nee, het is het andere, dan is de kans heel groot dat een van deze twee correct gaat zijn. Je kan eventueel die eerste twee al schrappen, maar daarvoor ben je hier natuurlijk niet. Ik geef het alleen maar mee, als je die vragen goed leest, dat je vaak al een paar antwoorden kan schrappen, puur door de slecht opgesteldheid. We gaan eens kijken naar de verschillende antwoorden. En ik overloop hier eens heel eventjes die hormoonconcentraties met jullie. Ik zie hier, dit is een schemaatje, komt uit die lessenreeks, de hormonale regeling. Ik ga hier, zit ik bij het begin van mijn cyclus, de menstruatie. Dan zit ik hier in de folliculaire fase. Dan heb ik hier mijn ovulatie. Dan ga ik hier naar de luteale fase, waar mijn hele lichaam aanwezig is. En dan heb ik hier, eindig ik opnieuw met die menstruatie. En als we dan eens kijken, in het begin is het vooral die oestrogeen die belangrijk is. Oestrogeen die wordt hier aangemaakt door mijn follicelcellen. En we zien dat
dat in het begin die lage concentraties oestrogeen hier een negatief effect gaan hebben op die hypofyse en dat mijn in het tweede deel van die folliculaire fase die hoge concentraties oestrogeen een positief effect gaan hebben op mijn hypofyse door eigenlijk die aanmaak van de gonadotrofine releasing factor. Als ik dan ga kijken hier in het tweede deel van mijn fase, dan zie ik hier dat mijn oestrogenen en mijn progesteronen, dat die hier vooral een negatieve feedback gaan hebben op mijn hypofyse, want die gaat natuurlijk heel dat systeem moeten remmen in geval dat er een zwangerschap is. Als je hier dit schemaatje mee in rekening brengt en we gaan nog eens eventjes teruggaan naar de vier verschillende antwoordmogelijkheden, dan heb ik hier de verschillende foutjes eventjes opgesomd. Dus die hoge oestrogenen en progesteronconcentraties hebben enkel in de luteale fase stimulerend effect op de werking van de hypothalamus. Nee, dat klopt niet. In de luteale fase, wanneer dus dat geen lichaam aanwezig is, dan gaan die een negatief effect hebben, een remmende inhibitie gaan die veroorzaken. Dus het is vooral in die folliculaire fase dat die gaan stimuleren. Oestrogeen piekconcentraties in de folliculaire fase heeft een remmend effect op de werking van die hypothalamus. Nee, die heeft een stimulerend effect, want we zien net dat daar die ijsprong gaat gebeuren en we krijgen dus die boost eventjes. Dus zeker geen remmend effect niet, dat gebeurt iets daarna. De hoge concentraties oestrogeen en progesteron, die gaan, wat gaan die doen? Die gaan hier met die oestrogeen piekconcentratie een tegenovergesteld effect hebben. Hè. Net die zien dat die eerst gaan stimuleren en dan gaan remmen. Dus dat maakt dat de ene is de juiste antwoord hier op deze vraag. Antwoord D is: de hoge oestrogenen progesteronconcentraties in de luteale fase hebben in vergelijking met die oestrogeen piekconcentraties in die folliculaire fase een tegengesteld effect op die werking van die hypothalamus. We zagen dat die initieel ging remmen en dat die initieel ging stimuleren en dat die nadien ging remmen. 1 is de juiste antwoord op vraag 8, dus antwoordmogelijkheid D. Dat was het voor vraag 7 en 8. Ik zie jullie graag voor de rest van de lessenreeks. Dag!